Daan is aan het zoeken naar een plekje om te kamperen. Maar het lijkt nog niet echt wat, want kijk, hier is een weg. En daar, achter ons, heel in de verte, is een dorpje. En we willen ons eigenlijk echt verstoppen. De zon gaat net onder. Hier zie je dus alle gletsjers. Helemaal geweldig. En hier hebben we een kampeerplekje gevonden. Daar rechts in de bosjes hebben we de motor een beetje verstopt. In het midden staat de tent en links hebben we zitten koken, want daar zaten we nog lekker in de zon. Gaan we eten spaghetti? Ja, laten we doen. Deze moeten we hebben. Deze is open gegaan. Dit is ook de joy of traveling. Ja. Dat zakken spaghetti dus open gaan in je koffer. En dat ziet er dan zo uit. Maar gelukkig kunnen we het nog gewoon eten. Dat zal ik. Zo, inmiddels zijn we aan het koken. Met z'n vieren. Het is heel koud, dat kan je wel zien aan iedereen. We hebben helaas geen muts zoals die andere twee gasten, maar vooruit. Maar zo gaat het dus een beetje, zeg maar. Toch, Daan? Ja, zo gaat het. Het is koud. En wat heb je net uit de rivier gehaald? Ik heb een biertje net uit de rivier gehaald, want ik wilde koud bier, maar nu wil ik geen koud bier meer. Nee. Het is bij deze... Open. Hoppa. Hoppa. Hier is lekker eten. Wat is dat allemaal? Uitjes en pepertje en gember en knoflook en... En dan gaan we eten met spaghetti en een of ander mysterieus sausje volgens mij. Leuk man. Super. Daar staan we dan met het nieuwe tentje. Hey Mip. Hallo. Wat gaan we eten? Ja, ik weet niet meer wat. Ik heb cheese tortellini met een of andere saus. En jij hebt, ik weet niet meer, iets anders. Maar dit is dus hoe we koken tegenwoordig. Dat is soldatenvoer, schijnbaar. Dus ik ben heel benieuwd. Cadeautje van Miguel Angel. Ja. Uit het Chileense leger. Echte originele, ja, outdoor voedseldingen, zakjes. En Daan die is hier iets heel lekkers aan het maken volgens mij. Hallo. Hallo, wat ben je aan het maken schatje? Even lekker gebakken banaantjes. Ja. Want die hebben we gekocht als fruit, maar die zijn eigenlijk een beetje taai, dus die eten we maar zo. Jam jam. En dan gaan we daarna lekker een pepertje bakken met knoflook en gember. En daar ligt allemaal kip. Oh ja. Met een beetje curry. En dan hebben we met een beetje rijst een heerlijk maaltje. Lekker, ik heb er al helemaal trek in. Mooi man. Wat zijn we aan het doen, schatje? We zijn aan het koken. Ja. Met onze gasten, hè? Oh, leuk. En we hebben behoorlijk grote mosselen gekocht. En allemaal mooie schelpjes, kijk. Ja, horen in Espanol. En die mosselen, die hele grote, deze hele grote, dat is natuur, dus niet hangcultuurrommel. En dit kost voor 2 kilo 1000 pussels. Mm-hmm. Dus is ongeveer 80, 90 eurocent per kilo. En ze zijn echt enorm. En er zit wel eens een ander schelpdiertje op. Ja. Yeah. Die gaat ook in de pan. Lekker. Daar je niet in moet komen. Nee, precies. Geweldig. Zo, we zijn nu in Santiago en we hebben een motorzaak gevonden waar we mogen klussen aan de motoren, dus dat is helemaal super. We staan bij ze in de achtertuin. Kijk, allemaal motoren daar. Zo, Daan gaat hier zijn balhoofdlager vervangen. Dat is maar een heel klein beetje nodig, gelukkig. Ja, zomaar net. Zomaar net. Kan je dat laten zien op de video? Nee, dat zie je niet. Nee? Nou, hij zit nou al los. Dus. Oh, oké. Okay. Hij is stuk, echt stuk. 50.000 kilometer. Nou, niet slecht toch? Geen idee, weet ik niet. Als je kijkt wat we er allemaal mee gedaan hebben.
dat de plank verandert? Ja. Zo, we zijn hier in het noorden van het Lake District in Chile. En wild kamperen is hier ietsje lastiger, omdat er zijn overal hekjes en elk stukje land is van iets of iemand. Het lijkt Nederland wel. Maar goed, we zijn dus een weiland ingedoken, zoals je ziet. En Daan die heeft weer eens een lekker band. De hoeveelste is dit? Nummer 6. Ja, van ons samen. Ja, voor mij is het nummer 5. Ja, ja, de lekke band met de cactus waren wel 4 gaatjes in één keer. Dus die tellen we dan als 1. En ik heb 2 achterbanden, een voorband en nu deze. Ja, zou wel kunnen. Maar goed, we kwamen er gelukkig achter toen we stilstonden. Jij hebt 2 lekke achterbanden gehad. De tweede was met die spaak. Oh, dat is waar. Ja, je hebt gelijk. Dus het is nu 4-2. Dus voordat we de tent gaan opzetten, gaan we eerst, of we, Daan, die gaat eerst even die band plakken. Ja, maar dat heb ik allemaal, kijk, ik heb dit allemaal uitgezocht. Dit. Ja, ik zoek dat ook altijd uit, alleen ik doe dat altijd gewoon, ja. Is toch wat, mooi? Wat eerder. En wat ben je allemaal tegengekomen, Daan? Nou, dit zat allemaal in mijn broekzakken. Wat precies? Dit is tol van Ecuador. Maar ik moet toegeven dat ik bonnetjes tegenkwam. De oudste van Guatemala. Dat is een half jaar oud. Weet je, het is ook wel goed om er nu dan eens goed naar te kijken. Zo, we zijn nu in het in Chili, in Patagonië. We zijn net op een camping aangekomen voor nou, een lekkere warme douche. En kijk, we gaan kleding wassen. Dus ja, dat was agua caliente. Geen probleem. Dat is warm water, hè? Dat is warm water, ja. Komen we hier? Nou ja, inderdaad, het is mogelijk om warm water te maken. Maar dat moet je dan wel even zelf doen. Dus Daan, licht eens even toe wat je nou... Nou ja, er is uiteraard geen hamakhout en zo. Dus we zijn met bos ingegaan. En om hamakhout te zoeken... Moet je doen. En we gaan nu dus de ketel opstoken en dan hebben we over een half uur een warme douche, zeggen ze. Oké, Daan is net met het vissen een aas kwijtgeraakt. En hij ziet hem liggen, dus... Nou is hij het water in gegaan om hem terug te halen, want die dingen zijn best wel duur. En oma Adolfo is er eigenlijk toch wel heel blij mee. Wat was dat, Mip? Dat was een dolfijn. Ik weet niet precies welke soort. Ik ken hem wel van de Ja, daar doen we het niet voor. Welke soort is het? Ik weet het niet meer. Jij bent professor Dr. Anders dolfijnen en vissen. Ja, van de bottelnoosdolfijn, maar niet van de commandolfijn. Maar deze heb ik nog nooit gezien. Het Chileense Fjord Patagonia dolfijn is dit. Ja, precies. Dit is dus Mip. En we hebben net een discussie over dat Mip raar rent. En Mip, film mij eens dan, want dat wil ik wel eens zien.